En dan maakt het publiek zich op en ook Leo van den Berg, de hoofdscheidsrechter. Ook scheidsrechter bij de KNSB inmiddels. Voor is de trek van de licentiehouders. En dan vinden we ook weer Jan Vreugdehil, Paul Robijn hier in beeld. Die gaan strijden om het grote werk. En zij vertrekken nu voor de 45 ronden. 45 ronden, nog altijd zo'n kleine 18 kilometer. Die ze gaan volbrengen. Piet Keizer, die daar met de muts staat, het schot net gelost heeft. Een loze ronde, zoals het heet. En dan gaan de mannen gelijk al er tegenaan. Piet Keizer, de man die in 1940 de Elfstedentocht won. Ruim in de 80 ziet hier dan het senioren voorbij komen. De veteranen en senioren 1. Piet Keizer natuurlijk hart en nieren en schaatsliefhebber. En ik zie daar een paar Westlanders voorbij komen, waaronder Ricardo Jansen uit Kwinsheul die erbij zit. Ook Stan van den Berg, Oude Wetering, Danny van den Knaap, Schravenzanden. En ook Jan van den Knaap junior zit in het peloton. En alle mannen die tijdens de Van Vliet marathons ook altijd voor in het peloton zitten, zijn paraat. Uitkijken bij het bochtenwerk. En ook deze mannen die hebben er aardige snelheid in, want zij gaan zo'n 42,4 kilometer gemiddeld over het glanzende ijs van de Uithof. Het lijkt er allemaal rustig aan toe te gaan, maar als er gejaagd wordt, dan worden de snelheden tot wel 50 kilometer, 55 kilometer gehaald. En dan is Paul Robijn weg. Paul Robijn die weet dat Patrick Govensen een van de kloppen mannen is. En dat in de sprint nooit waar kan maken, probeert weg te komen. En dat gaat er moeilijk af. En dan is er toch Bart van der Valk, die ook in de achtervolging gaat. De man uit Pijnakker. Bart van der Valk en Patrick Govensen, beide ploeggenoten van de Van der Helm Club. En die maakt het leven van Paul Robijn erg zuur. En er is ook Melvin van Zanten nog bij uit Oude Wetering en Stan van den Berg. En dan is het moeilijk voor Paul Robijn om weg te komen. En als er dan een ploeggenoot van Helm weg was, dan moest Paul steeds het gat dichtrijden. Dan zien we Margot Barensen die voor het warme drankje zorgt. Allemaal goed geregeld bij de IJsclub Eendracht en bij Hartgati. Twee man die wat in de achterhoede zitten. En dan zie je hier burgemeester Van der Meer, die ook eventjes kan kijken. Een van zijn laatste officiële daden als burgemeester van de Lier. En dan zien we dat het peloton wat onrustig begint te worden. En dat heeft alles te maken met het eindsprint van de jeugd vanaf 16 jaar. Die proberen natuurlijk positie voorin te vinden. En dan zijn er ook altijd van die linkmichels die proberen mee te gaan om dan ook wat voorsprong te krijgen. Jan van den Knaap is er altijd bij om te zeggen van... blijf hier in die positie, dat de jeugd gewoon goed kan afsprinten. En is het Robert van Dalen uit Andel die een van de kanshebbers is en ook al erg goed bezig is. Ook zijn vader, Aard van Dalen, weet wat schaatsen is. En dan is de jeugd aan het sprinten. En dan zien we in de voorhoede inderdaad dat Stef Switzer erbij is en ook Robert van Dalen. En het is Robert van Dalen die als eerste afsprint met het nummer 99 voor Stef Switzer uit Katwijk. Johan Bakker uit Rijnsburg wordt dan derde. En dan gaat de rest van het peloton, de veteranen en natuurlijk de licentiehouders, die gaan door. Want die moeten die 45 ronden afmaken. En dan zien we Paul Robijn weer aan de kop. Melvin van Zanten is erbij en ook Patrick Govensen. Van Zanten neemt nu de leiding met het nummer 1. Een mooie rit daar op de Uithof. En als er dan mensen proberen weg te komen, dan was er altijd alweer een groep die het gat dichtreed. Leefstrijd voorin. En dan zien we de mensen van de Helm op kop met Patrick Govensen en Bart van der Valk. En dan is er een groepje ontstaan van 9 rijders met Patrick Govensen, met Van Zanten, Stan van den Berg, Paul Robijn erbij, Arjan Breuer, Rick van Leersum en ook Aard van Dalen, de veteraan, zit in dat groepje. En die gaan het peloton proberen te ronden. En dan aan de andere kant van de baan zijn ze al in zicht. En hier zijn dan de 9 koplopers in de staat van het peloton terechtgekomen. Die dus om de ronde staan. En dan moeten we ons op gaan maken voor de finale van de veteranen. Aard van Dalen, die dus al een ronde voorsprong heeft, gaat natuurlijk met twee vingers in zijn neus die wedstrijd winnen. Als Patrick Goos weer probeert weg te komen. En Paul Robijn maar weer erachteraan gaat om dat gat dicht te rijden. In dit geval lukt dat weer. Maar dat ging natuurlijk heel moeilijk, want de andere mannen zitten er wel bij. Melvin van Zanten,
En ook Bart van der Valk is erbij. Het was heel moeilijk ook voor Patrick Barendsen, die ook in die kopgroep zat, om erbij te blijven. Patrick, die natuurlijk al een aardige schaatshistorie achter de rug heeft, maar hij is helemaal niet zo oud. Had het toch moeilijk om zich te handhaven in die kopgroep. Maar bleef er wel bij. Dan gaan we ons opmaken voor de sprint van de veteranen. Als eerst nog een groepje voorbij komt waar ook weer een aantal koplopers in zitten. Ik zei het al, de man uit Andel, die gaat de eerste worden bij de veteranen. En de andere heren gaan al richting de kopgroep om zich in een goede positie te manoeuvreren. En dan komen ze de laatste bocht. En er zit ook Jan Vredeldeel bij en Hans van der Meijden uit de Ramazon. Die gaan dus om de tweede plaats te sprinten. Dus Hans van der Meijden die goed aanzet en nipt voor Jan Vredeldeel op de tweede plaats gaat eindigen. Kees van Noord-Rotterdam wordt vierde. Nico de Graaf uit Monster wordt vijfde. Martin van Laat uit Roon wordt zesde. En Sjaak van der Valk zevende. Kees van Schie die wordt achtste. En Kees Lagerwerf wordt tiende. Arto van Aalst uit Maasland wordt negende. En dan is Patrick Goversen ontvlucht. Al die speldenprikken van der Valk en Goversen die hebben we erbij niet bij kunnen houden. Het werd het hem te moeilijk. En dan is het Patrick Goversen die nog eventjes naar links kijkt waar de rest van de groep blijft. Maar hij gaat natuurlijk de Piet Keizerbokaal winnen. Heel goed gereden. En dan de sprint om de tweede plaats. En dan is het voor Paul Robijn moeilijk om daarbij te blijven. En dan is het Melvin van Zanten en Stan van den Berg die uit gaan maken wie 1 en 2 worden. En het is Melvin van Zanten die het ook makkelijk doet. Hij wordt tweede, de Westlandskampioen van vorige week. Paul Robijn wordt vierde, Bart van der Valk vijfde. Breuer wordt zesde, Patrick Barendsen die wordt achtste. En dan is het erop. Dan kunnen de prijzen uitgereikt worden. En dan hebben we een hele mooie Piet Keizerbokaal gezien. Als Marco Baanse de laatste spulletjes opruimt, hebben we deze Piet Keizerbokaal weer achter de rug.